Het museum Boijmans van Beuningen heeft een tentoonstelling gewijd aan het dier en de prentkunst met treffende dierportretten. Vooral de 17e eeuw ontwikkelde een toegewijde aandacht voor de schoonheid van het dier in onze onmiddellijke omgeving. Al van oudsher werd het dier gezien als een karikaturale afspiegeling van de mens en zijn karakter. De aap was als geen ander geschikt om als lachspiegel voor de mens te dienen. Men schreef hem trouwens een reeks van kwalijke menselijke eigenschappen toe. De belegering van een olifant, naar een verloren gegaan schilderij van Jeroen Bos, dat uitdrukt hoe vermetelheid het oordeelsvermogen van de mens verzwakt. Het narrenconcert toont een instrument dat helaas heeft bestaan. Een kattenorgel waarbij de muzikanten de dieren ritmisch laten schreeuwen door hen op poten en staarten te slaan. In een serie van omstreeks 1560, gewijd aan de omgekeerde wereld, wordt onder andere een jager door dieren berecht en bestraft. De Lage Landen hadden omstreeks 1600 al de leeuw als gemeenschappelijk symbool, ofschoon ze geen politieke eenheid vormden. Zo stonden dieren als verbeeldingen van allerlei menselijke begrippen, deugden en ondeugden te kijk op een boeiende tentoonstelling in Rotterdam.